Hey, superleuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Zoals jullie al weten, zitten wij verplicht binnen. En ergens tot juni zal ik niet naar school gaan. Ik heb nog wel school en lessen en deadlines, maar het zal nu helemaal anders gaan lopen. De afgelopen periode waren zulke rare weken. Iedereen moest eraan wennen, maar om eerlijk te zijn, ben ik er nu op zich wel aan gewend. En daarom leek het me ook leuk om af en toe een dag vast te gaan leggen wat ik zo doe in quarantaine. We hebben de mazzel dat het lekker weer is. En ik denk dat ik deze periode ook heel veel gebruik ga maken van het balkon van mijn huisgenoot. Ik heb zelf geen balkon, maar aan haar kamer zit wel een balkon gevestigd. Dus daar ga ik denk ik heel veel gebruik van maken. En mijn leven gaat gewoon door. Dus mocht je benieuwd zijn hoe een dag in quarantaine bij mij eruit ziet, kijk dan vooral verder. We beginnen deze ochtend met ontbijt. Want ik heb zo ontzettend veel trek. Maar wat gaan we eten? Dat is een goede vraag. Ik kan havermout maken. Ik kan gewoon een boterham eten. En een appje beantwoorden. Ik denk dat ik gewoon voor een boterham ga. Toast. Met avondslag. En een appel. Want fruit is ook belangrijk. Het ligt heel erg aan de dag. Soms ontbijt ik met een kopje koffie. Of soms thee. Nou ja, nu heb ik heel veel behoefte aan koffie. En de koffie die ik maak is gewoon een normale cappuccino. Alleen soms voeg ik daar nog een beetje karamelsiroop bij toe. Voor de extra smaak. Ik ga nu eerst eventjes genieten van mijn ontbijtje. Lekker op de bank chillen. En daarna ga ik aan de slag met mijn dagplanning. Oké, officieel had ik in de middag les. Maar dat gaat niet door, of course. En we hebben ook geen vervangende dingen. Want ik zit nu in de afronding van een blok. Maar dat betekent niet dat ik niks moet doen. Ik ga mijn planning in twee delen splitsen. Ochtend- en middagplanning. En dan ga ik even kijken wat ik nu moet doen. En ik leef ook een beetje met de dag. Ik moet nog van school te horen krijgen wanneer ik mijn tentamens nou eigenlijk heb. Want die zijn ook uitgesteld. En eigenlijk de belangrijkste dingen zoals de deadlines, die kan ik wel inplannen waar ik daar mee aan de slag ga. Dus we gaan even aan de planning. Dit is mijn algemene indeling. En dan ga ik even al mijn taken invullen. Voor zover ik mijn planning kon maken, heb ik mijn planning gemaakt. Waarschijnlijk ga ik hem nog aanpassen door de dag heen. Maar dan staat er tenminste wat op papier. Dus ik ga beginnen met wat ik moet doen. Waarschijnlijk hoor je net, maar mijn vader staat aan. Ik heb net boodschapjes gedaan. Niet bij de Primark, maar ik heb boodschapjes gedaan. Vandaag komt Ritsie hier naartoe voor een lange periode. Want mijn huisgenoot is ook weg. En ik wilde niet alleen zijn. Dus dan hoeven wij ook niet elke keer heen en weer te gaan reizen. Wat in deze periode ook niet verstandig is. Dus hij blijft hier. En voor vanavond heb ik dan boodschappen gedaan. En waarschijnlijk ga ik morgen of gaat Ritsie morgen ook nog boodschappen doen. Maar ik heb de mazzel dat de supermarkt op loopafstand is. Dus ik kan elke dag even een frisse neus halen en boodschappen doen. We wilden eigenlijk vanavond tacos gaan eten. Maar er waren geen tacoschelpen meer. Dus ik moet het nu met de wraps doen. En ik heb iets van Iglo. Ping en klaar. Is niet per se gezond, want het is kant-en-klaar. Maar het zag er wel heel erg lekker uit. Dus dit ga ik straks voor lunch eten. Ben benieuwd.
tas moest ook opgevouwen worden. En wat altijd hier in dit huis gebeurt is... of ik vouw alle was op, of mijn huisgenoot vouwt alle wassen op. Nu heb ik ook een deel van haar was gedaan. Dus zo helpen we elkaar een beetje hier in huis. Op mijn laptop was ik voornamelijk bezig met schoolgerelateerde dingen. En ik had ook een Skype call met een aantal klasgenoten. Ik heb mijn Skype call gehad. En ik ben ook even bezig met het editen van een filmpje van onze Skype call. Ik merk wel dat dagen zo snel voorbij gaan. Ik was al rond een uur of 8 wakker. En het is nu 1:15. Het wordt zo tijd om te gaan lunchen, want ik heb wel echt aardige trek. Maar ja, ik zit op zich wel op schema. Soort van. Ik heb niet alle dingen van vanochtend uitgevoerd, maar dat verschuif ik naar vanmiddag. Moet je zeggen dat dit een partijtje lekker ruikt. Oké, dit is goedgekeurd. Ja, dit kan je makkelijk ook zelf maken, maar dit is wel heel gemakkelijk. Ik was bezig met een Instagram story. Want ik ben namelijk door Rebecca getagd om dit te gaan doen. Dit is een template en dan moet je... favoriete dingen in gifjes weergeven. En uiteindelijk moet ik ook nog 3 andere personen taggen. Dus dit ga ik eventjes doen. 1 tentamenmoment is bekend. En dat is namelijk op 7 april. En het gaat ergens online plaatsvinden. Hoe of wat weet ik zelf ook nog niet. Maar ik moet me daar wel voor voorbereiden. Dus ik ga even een korte planning maken van wanneer ik hier mee aan de slag ga. Wat ik eigenlijk moet leren en hoe ik dat over mijn tijd ga verdelen. Ik ben niet al te streng, want normaal gesproken maak ik best wel een strakke planning. En dan kom ik weer tijd tekort of duurt het langer dan verwacht. Dus ik ga gewoon even een globale planning maken waar ik me gewoon aan kan houden. En wat ook realistisch is. En ja, dat ik nog in de loop van de tijd een beetje mee kan schuiven. Ik was dingen aan het opschrijven, maar toen werd ik een beetje geïrriteerd dat het niet netjes was. Ik ben echt heel perfectionistisch op dat gebied. Dus ik heb het maar uitgetypt. Dit is mijn leerschema. Dit is alles wat ik moet leren. Al mijn leerstof dus. Dan heb ik hier een tabelletje gemaakt met de slides. Dus dit zijn allemaal presentaties en daar moet ik informatie van afhalen. En daarvan wil ik een korte samenvatting maken. Dus dan kan ik hier... achterschrijven of ik ermee bezig ben geweest. En dan hebben we hier de dagen die ik beschikbaar heb gesteld om te gaan leren. En dan kan ik hier neerzetten als een soort van logboek van wat ik die dag heb gedaan. Dan kan ik het een beetje bijhouden. Eigenlijk staat nog maar 1 ding op mijn gemaakte planning. Dat is namelijk eventplan doorlezen. Ik merk nu ik dagenlang thuis ben, ik wel een stuk productiever ben geworden. Sowieso ben ik altijd al een productief persoon geweest. Maar ik heb echt best wel veel dingen in de ochtend gedaan. Dagen vliegen voorbij voor mij. Het is dan nu iets over 3, bijna 3:30. En eigenlijk heb ik nog best wel een groot deel van de dag over. En soms vergeet ik even rust te nemen. Dus ik ga nu gewoon deze middag lekker... chillen. Richie komt ook zo. Dus dan ga ik even met hem chillen. En dan ga ik later op de dag nog wel verder aan school. Maar als ik constant aansta, dan merk ik dat ik gewoon niet goed gefocust mijn werk kan uitvoeren. Dus ik ga gewoon nu even wat anders doen. Met mijn gedachten heel ergens anders zijn. En dan ga ik later op de dag wel weer de student uithangen. Hola! Kijk eens, hier hebben we. Je hebt mijn nieuwe camera nog niet gezien. Nee. Zo, wat een ding joh. Voor de mensen die mijn nieuwe camera nog niet hebben gezien, hoi.
Dit is mijn nieuwe camera. Hallo. Maar hoi, leuk dat je hier bent. Ja, voor een week zo lang. Met al je inboedel. Nou, niet al mijn inboedel. Nee, dat valt wel mee. Okay. Ja. Doei. Doei. Hoe vind jij quarantaine life? Nou, dat je ook niet naar school. Het wordt tijd voor avondeten. Wat staat er vandaag op het menu, Ditsy? Een soort van taco's, alleen dan met tortilla wraps. De boodschapjes die ik vandaag Cordita heb gedaan. Cordita wraps. De waar? Cordita wraps. Cordita. Wil je, ja, hoeveel wil je er? Want ik heb twee pakken. Weet niet. Gewoon eerst gewoon met appelsap. Ja. We hebben wraps. We hebben half om half gehakt. We hebben kaas. Ja, gaat jammer. Heeft het wat? Ja. IJsbergsla, cherry tomaten, dan hebben we taco seasoning mix, taco saus, willen we nog wat andere dingen doorheen? Ik heb nog mais. Ja, gewoon saus, nee, ik eet geen mais. Nee. Popcorn. Popcorn. Ja, mais, popcorn. Maar nee, ja, en ketchup voor hem en knoflooksaus voor mij dan er nog bij. Nou, laten we maar. Ga cooking. Misschien kunnen jullie het al een beetje aan me merken, maar ik ben niet helemaal meer zo fit als de rest van de dag. Ik kak nu wel echt in. Het komt gewoon heel erg omdat ik een zeer productieve dag heb gehad. Ik heb heerlijk avond gegeten en ik heb nog net in bed wat aan school gedaan. En ik ga er straks nog wel even mee verder. En ik heb alvast een planning voor dit weekend gemaakt en een globale planning voor aankomende week. Ik denk dat ik het pas einde deze week verder invul. Want ja, ik, aan de ene kant wil ik al mijn hele week uitplannen. Maar dat gaat op dit moment gewoon wat moeilijker. Maar ik hou het gewoon even in deze kleine agenda bij. Want dan kan ik hem gewoon zo open laten en op mijn bureau leggen. Ik ben eigenlijk een persoon die zoveel mogelijk uit mijn dag wil halen. En eigenlijk mijn dag zo nuttig mogelijk wil maken. En dat is vandaag wel gelukt. Het liefst had ik nog iets meer willen doen. Want ik heb ook nog een aantal video's die ik moet editen. Maar dat kan ook ergens in de aankomende dagen. Maar vandaag stond voornamelijk in het teken van school. En de dingen die ik vandaag heb willen doen, heb ik ook gedaan. Dus dat is ook heel erg fijn. Mocht je vaker zo'n soort video willen zien van hoe mijn dag er nou precies uitziet en hoe ik mijn dag inplan, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. Wie weet kan ik tijdens deze periode vaker een dag uit mijn leven filmen. Ik ben nu ook wel benieuwd wat jij zo op een dag doet. Moet jij ook voor school dingen doen? Of ben je thuis aan het werk? Of ben je compleet andere dingen aan het doen? Laat het vooral hieronder in de reacties weten. En voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!